Dit is het. Tada! Nee, welkom bij Speedzone Offroad voor de oplettende kijker die er was eerder is geweest. Voorheen ging het voetpad en je zou het eigenlijk niet eens meer zeggen als je dit ziet liggen. Maar dat liep veel dichter langs de kant waar die, dat struikgewas staat. Dus dat is meer deze kant van het gebied opgehaald om meer aansluiting te creëren bij het hele gebied. Zodat het niet meer een pad langs is, maar dat het echt, je gaat het gebied door. Nou ja, je ziet het hier staan. Eat My Dust, 11,8 meter hoog. De topsnelheid weet ik zo niet uit mijn hoofd. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat heb ik goed afgestudeerd. Ja, dat wist ik niet. Ja, volgens mij wel. Ja. Het is zoals je ziet nog niet klaar. We hebben nog precies 4 weken na vandaag om alles af te ronden. Het grootste gedeelte, de coaster staat, de trein is gearriveerd, de stationgates staan erin. Weet je, dus de grote werkzaamheden, die zijn er inmiddels. Ook de play fountain die is inmiddels ingebouwd. Het nieuwe klimrek wat er komt staat er al. Het enige wat nog ontbreekt, en dat kan je hier in het midden zien waar die grote rode buisgrond uitkomt, dat is Windseekers, de Magic Bikes. Die is er nog niet. Die wordt zeer binnenkort geleverd. Volgens mij heb ik gehoord dat die deze week vrijdag geleverd wordt. Dus die kan ook elk moment aankomen. Ja. En dan zijn alle attracties eigenlijk compleet in het gebied. Er wordt ook al heel druk gewerkt aan alles wat er gebeurt met de beplanting, de bestrating. Je ziet dat er nog van alles open ligt. Het blijft natuurlijk niet zo leeg zoals het nu uitziet. Er komt nog heel veel struikgewas bij. Er worden nog extra bomen en al dat soort dingen geplant en geplaatst. En er was ook iets, en dat weet ik nou niet precies aan het rekenen. Er zijn ook bomen die ergens vandaan komen en die herplaatsen hier. Tot die uit het park komen en die nu op een andere plek staan, toch? Ja, nou als je mij een vraag stelt. Nee, oh, dat zou ik ook niet weten. Goed verhaal. Ja. Nee, maar sowieso halen we één boom uit en moeten we één boom terug. Ja, dat wilde ik inderdaad zeggen. Dat is wel als we ergens iets verbouwen en we moeten een boom weggaan, zorgen we er altijd voor dat die of verplaatst wordt of dat we er weer een nieuwe voor terugplanten. Dus dat, we lopen even die kant op. Loop nog even een stukje verder, dan kan je het stationsgebouw van wat dichterbij. Oké. Die twee beesten die je hier ziet staan, die ene dat wordt de ingang van de coaster en er staat hier ook nog eentje midden in de helix. Die zijn vanmorgen geplaatst, dus die zijn echt nog vers van de pers. Dus er wordt hier nog, je ziet, er wordt echt gewoon nog van alles gedaan. Dan moet je nog een uitspreken, dan moet je nog een uitspraak komen. Dat zijn nog niet. Maar als je park echt open gaat, er gebeurt zo achterlijk veel wat er dan in één keer alle terrassen komen voor de dag. De parasols gaan weer open. En dan begint het langzaamaan steeds meer weer een beetje pretpark te worden. En als je het nu ziet, dan denk je echt, god in de hemel, wat moet dit worden over 4 weken? Maar dat komt tot nu toe altijd goed. Dus dat gaat bij deze ook weer goed komen. En dit is onze roadjockey. Dit wordt de meandering en de klap dat ging eigenlijk daar bij de straat. Dus ik ga hier op de plaats op zeggen bij de meandering. Wat je daar achter ziet, thank you.
Die opening te ontsnappen, daarna gaat hij dicht, wordt die cirkel kleiner en is iedereen die niet uit de cirkel is ontsnapt, die is dan zijknat. Ja. En zo heeft hij verschillende dingen, ook twee muren met water die naar elkaar toe gaan, nou, noem maar op, allemaal dat soort. Volgens mij 8 spelletjes. Ja. Er komt ook nog een afscheiding hierachter, zodat je dit gedeelte niet meer gaat zien. Dus het wortel, dit is eigenlijk nog wel het minst af van het hele gebied, als je zo kijkt. Thank you.
Oh.